Hoeveel punten hebben we nu? Hoeveel punten hebben we nu? Hoeveel punten hebben we Mijn naam is Stefano Holwijn en dit is Red Bull Rap Champs. De gameshow in Nederland die volledig draait om rap en hip-hop. Iedere aflevering strijden twee teams gevuld met jouw favoriete artiesten tegen elkaar. Om erachter te komen of ze net zoveel van rap weten als jij. En vandaag hebben we een hele speciale aflevering. Want het team dat vandaag de Rap Champ wordt, kan de komende jaren dag in en dag uit het verliezende team herinneren aan hun winst. Er staat veel op het spel. En zoals altijd gaat het verliezende team het winnende team promoten via deze camera. Heren, gaan we akkoord? Akkoord. Yes, boy. Heren, gaan we akkoord? Oh, of course. Yeah. Klaar, ik zie. Let's get it! In Red Bull Rap Champs spelen wij 4 rondes en aan het einde van de aflevering wint het team dat het meeste punten bij elkaar heeft gesprokkeld. Deze keer doen we het een beetje anders. Want alle spelers van vandaag zijn namelijk uit dezelfde groep. En deze groep heeft heel Nederland gezien tijdens hun uitverkochte shows. En hebben een record met een album dat het langst op nummer 1 stond in de Nederlandse geschiedenis. Big facts. Negeer het niet, het is Big een echte facts. Supergroep. En vandaag gaan we een beetje stoken in de groep door ze tegen elkaar op te zetten. Aan mijn rechterkant heb ik Ems en Shaf. Oh yeah, je hoort het. En aan mijn linkerkant heb ik Jer en Mella. Ik heb het over niemand minder dan broederliefde. Oh yeah, let's go, let's bow. Maar als we over broederliefde praten, kunnen we Edson natuurlijk niet vergeten. Edson, kom maar even bij, kom maar even bij. Laat je horen voor Edson. Oh yeah! Yes, Zoey! Oké, mensen, als we praten over broederliefde nogmaals, kunnen we Edson natuurlijk niet vergeten. En jij speelt een belangrijke rol vandaag. Ja, is echt want beide teams krijgen namelijk 3 Edson-kaarten. Twijfel je over een antwoord op een vraag of weet je het even niet meer, kan je Edson inzetten om zijn knowledge te gebruiken. Gekke hulplijn. Elke Edson-kaart is maar 1 vraag of antwoord geldig. Dus je moet wijs kiezen. Edson, deel de kaarten alvast. Geef ze 3 om 3. Kies wijs, jongens. Jullie horen het, kies wijs. Jullie kunnen die Edson-kaart inzetten, maar je moet hem goed gebruiken. Dan heb ik nog wel 1 vraagje voor je, Edson. Ja. Je kent deze heren door en door. Als je gewoon puur kijkt, als we praten over hip-hop kennis. Welk team geef je de meeste kans vandaag? Wie gaat er met de winst vandoor, denk jij? Ik zeg je eerlijk, ik ga denken voor Ems en Shaf, man. Oeh. Hermano. Hermano, wegwezen. Oké. Maar zij mogen mij niet meer gebruiken, man. Zij mogen mij niet meer gebruiken, deze honden. Okay. Edson, baby. Betekent dat jullie dit niet willen gebruiken, of? Ik vind dat we hem niet nodig hebben, man. Ik sluit me aan bij mijn compagnon. Geef ze alsjeblieft die kaarten. Geef ze alsjeblieft die kaarten. Is goed, ze blijven hier, geen probleem. Krabbelen. In ieder geval, hij denkt dat jullie iets meer kans maken. Dus jullie zijn de underdogs eigenlijk al vanaf het begin. Broer, in heel mijn leven voor oh allen. Die trappen we niet, jongens. Jullie zeggen eigenlijk, jullie gaan er sowieso met de winst moeilijk, vandoor. Heel moeilijk. Difficiel. Oké, Edson. Succes. Thanks. Ja, geen stress. Ze hebben de Edson-hulplijn. We gaan gewoon kijken wat er gaat gebeuren vandaag. Ik voel in ieder geval, de ruimte is gevuld. De energie zit hoog. Veel schade. Ik heb schade. Maar, wat is jullie teamnaam? Dames en heren, jongens en meisjes, laat het horen voor Team Sendee! Hey. Sendee! We zijn op Rumi Candela! Sendee! Oké. Voor de mensen die weten wat Sendee is, wat is het? Wat betekent het? Sendee is aan. Gewoon, ja, aan, vuur. Aan. Ja, team toch? Aan, team vuur. Ja. Probleem. Oké,
Team Cindy. Ja, ja, precies, precies zo van. Team Cindy. Oké. Jer en Mella, wat is jullie teamnaam? Ons teamnaam is Kukumpa. Kukumba. Nee, Kukumpa. Nee. Kukumpa. Ja. Kukumpa? Yes, Kukumpa. Oké, Kukumpa. En wat betekent Kukumpa? Dat is machtig, krachtig, noem het maar op. Oké, dus we hebben team Cindy. Yes. En Kukumpa. Yes. Maar zo wil ik het hebben. Pa. Pa. Oké. Zo wil ik het hebben. Kukumpa. Kukumpa. En Team Cindy. Team Cindy. Oké. Heren, zo wil ik het hebben. Hele goede, krachtige, vurige teamnamen. Maar we missen nog iemand natuurlijk. We missen nog iemand. Yes, boy. Ik hoor je. We missen de man die altijd bangers weet te brengen. Hoe? En wellicht zitten daarom bangers in zijn naam. Hoe? Je hoort de stem. Je herkende We In Here. We In Here! Laat je horen van Fashion! Oh, dankjewel, dankjewel. Fashion bang! Sinds jong belug. Sinds jong belug. Ding, 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 ding. Fashion, hoe gaat het met jou? Ja, gaat wel goed eigenlijk. Lekker weer buiten. Ja, ik geniet ervan. En ik zie de strijd is aan, dus ik ben benieuwd wie gaat winnen, man. Ik zeg jullie echt eerlijk. Ik zeg je eerlijk, ik ben ook super benieuwd wie gaat winnen, maar ik ben ook super benieuwd naar je hiphopbeitje. Hey, heel sterk gedaan, man. Doe je het vaker, presenteren? Soms wel eens, mijn vrijheid. Top vet. Het feitje wat ik heb van vandaag is Lil Uzi Vert. Weet je door wie hij zijn naam heeft gekregen? Nee, ik weet niet. Oké. Hij heeft het gekregen van een crackhead. Hoe? Omdat hij voor hem ging rappen en hij rapte heel snel. Dus was hij snelle Uzi en klein en Vert. You get it? Okay. Good to know. Fun fact. Kon je zonder hier meeleven? Ja, boeit het, want eigenlijk... Ik zou gewoon zo meteen mijn wagen instappen. Oké, sorry. In ieder geval, bedankt je wel voor je fantastische feitje. En het is nu tijd... Alsjeblieft. Voor de eerste ronde. Woehoe! Big facts. We beginnen met de ronde Big Facts. Ik stel een vraag, weet je het antwoord? Druk dan simpel op de knop. Elk goed antwoord is 1 punt waard. Heb je er 3 op een rij goed, is de derde vraag 5 punten waard. Zo simpel is het. We gaan jullie algemene hip-hop kennis testen, heren. Zijn jullie ready? Oh yeah. Ready? Yes, boy. Oké, let's go. Laten we de snelheid testen. Let's go. Hey, zo. Quick. Kukukba. Lekker dus. Oké, maar is geen stress. Is geen stress. We gaan beginnen met vraag 1. Welke rapper gaat tegenwoordig door het leven als Yasin B? Wie is het? Een rapper. Ja. Hoe lang krijgen ze? Ze hebben nog 5, 4. Het is een Amerikaanse rapper, dat is een hint. Oh, is het Amerikaanse? French Montana. Het is helaas geen French Montana. De tegenpartij heeft ook kans. Gok maar. Wie zou je gokken? Kanye. Het is op zich wel dichtbij. Ja. Het is Mos Def. Wauw. Dit wordt een lange aflevering. Wow. Yasin B. bekeerde zijn 10 jaar oud tot de islam en liet in 2012 zijn artiestennaam achterwege omdat hij geen onderscheid meer wilde maken tussen zijn persona als artiest en persona als mens. Geen stress, het zijn niet alleen dit soort vragen. De volgende is een stuk makkelijker. Vraag 2. Hoe heette de rapformatie waar Ronnie Flex, Maximili... Oeh, ADF. Nee, dat was hem niet. Nee. Nivo Reach toch? Nee. Komt hij weer naar hier? Komt hij weer naar hier? Ja, hier. Nee, hij gaat niet weer naar daar. Hij gaat niet weer naar daar. Maar wat is het antwoord dan? Jupiter Boys. Jupiter Boys. Ze deden ooit mee aan een talentenjacht waarbij OG-rapper Sugarcane in de jury zat. Shit. Hij adviseerde Ronnie om te stoppen met rappen, omdat hij het zo slecht vond. En na de volgende kwamen Boas en Mr. Polska naar hen toe en nodigden ze uit voor een studiosessie. Is een mooi verhaal. Ja, een mooi verhaal, ja. Heren, we gaan naar vraag 3. Welke rappers brachten gezamenlijk de Skileraar Bruin Money Gang mixtape uit? Ik zie niemand pakt die Edson kaart of zo, man. SLBMG. Ja, maar je moet hem tactisch gebruiken. Misschien weten ze. Edson weet dit ook niet. Hij weet dit ook niet, man. Nederland. In Nederland? Nederland, ja. Welke rap... Ik ga gewoon proberen, man. Young Nelg? Nee. Ik vind het een mooie gok.
Hoe heet die guy, man? Oké. Vijf. Nee, wij weten het niet, man. Het antwoord is Sef, Fabiejo en Space Case. Wauw. Ik zeg je eerlijk, ik vind die vragen gek, time, man. Ja, ja, ja man. Steven Wallace. Ze zijn op jullie huid. Oké. Okay. Zijn niet even oud als binnen en zo, hè? Snap je? Shit. Vraag nummer 4. Hoe heette de soundtrack van de film Het Schnitzelparadijs? Ah. Wat wil je doen? Hey! Koekoepak! Heerlijk! Zie je dat, mijn king? Hey, waar is dat hem? Dat is hem, je hebt goed. Ja. Koekoem! Oké, heren. Heren, ik ga de bonusvraag aan jullie geven, want jullie hebben het antwoord goed. Voor 2 punten. Oeh. Noem 3 artiesten die te horen waren op Wat Wil Je Doen? Hoe heet deze guy, Rakimster, man? Sowieso Rox. Rox? Nee. Ja, sorry, heren. Hij gaat echt naar de overkant. 3 artiesten die te horen zijn op Wat Wil Je Doen? Space Case. Ja, 1. Daryl. Ja. En Willy Wartaal. Ja, klopt wel. Rustig! Team Sunday! We zijn op Lumi Candela! Sunday! We zijn op Lumi Candela! Sunday! Zeg die mannen niks. 2 points. Heren, we gaan door. Er zijn nog genoeg punten te pakken. We gaan naar vraag nummer 5. Hoe heet het Nederlandse hiphop forum dat in 2003 werd opgericht door DJ TLM en Mani? State Magazine. Poeh, ik vind het best wel goed. Deze wil ik zeggen, dus hier moeten we gebruik van nee? maken. Maar wat is het antwoord? 3 voor 12. Oeh. Nou, ik vind goede antwoorden. Ik ben gek antwoorden. Goede antwoorden, goede antwoorden. Maar... Straattrap. Huh? Nee. Het juiste antwoord is ML75. Kennen jullie dat? Oeh. Ken je dat? Tuurlijk, man. Die blauwe pagina. Ik hoorde hem. Ja. Man, shit, man. Hij zegt, hij kent het. Ja, dat hebben we gehoord net. Kokkop. Veel rappers hebben de eerste stappen in hun carrière gemaakt op ML75. Bijvoorbeeld Donny was op het forum onder de naam The Boy Kermit al heel veel bezig. Maar we gaan door naar vraag nummer 6. Deze weten jullie allebei. Welke 2 voetballers deden samen een 1-0-1 basissessie? Babel. Samen, bro. Die andere is toch vanzelfsprekend. Zeg hem. Royce en Drenthe. Okay. Wow. En toen kwam ik hier aan de pelikula. Kom op, kokoempa. Ja, we waren te laat. Ik zeg al tegen jou, druk al. En ik luister. Ja, toch. Ik luister. Ook van druk. Heren. Dan gaan we weer. Bonus weer voor ons. En wie pakt hem? Ah, voilà. Er is weer een bonusvraag inderdaad. Ja, tuurlijk. Als jullie hun rapnamen op kunnen noemen van Ryan en Royston. Roya? Ja? Deze weet ik. Deze weet ik. 5. Babel. Had gekund, mooie god, maar dat is hem niet. Mogen wij? Ja. Trouwens, we gaan even gelijk voor mijn boy Roya. Roya Two Faces. En het is Rio. Ping! Ja, another one! Doe rustig! Vraag nummer 7. Hoe heette de mixtape reeks van Cho? Nak Nak. Het is inderdaad Nak Nak. Hé? Ja, alleen dat? Nak Nak One. Nak Nak. Nak Nak is me dan. Nak Nak is me. Cho, ik zie je bro. Vraag nummer 8, heren. Vraag nummer 8. Wie was de eerste host van Tsunamo Underground? Barons. Het goede antwoord is Barons. Barons. Ja. Heren, alsjeblieft scherp, want als ze deze vraag goed hebben, hebben ze er 3 op een rij goed en dan pakken ze 5 punten. Dus deze vraag moeten jullie echt van ze pakken. Tjie. Vraag nummer 9. Welke 17-jarige rapper kwam onlangs de scene binnen met zijn track 50 Brood? Boelie! Het is mijn boykie! Hey! Team Sunday! Sintaduru! Kijk die visies! Die poepvisies! Vraag nummer 10. In 2015 dropte het klassieke album New Wave. Noem minimaal 10. Wat? 10 wat? Ja, dat is de vraag. Alweer?
Ja, maar luister, ze weten niet team wat, dus ze moeten nu gokken. Ik gok dat je artiesten bedoelt. Oké. Okay. Gok maar. Oké. Okay. Kunnen we? Ja. Lijpen. Ares. Jonah Fraser. Frenna. KM. Jandro. Priceless. Leo Kleine. Dat Itje of Idali? Idali. De laatste... Die double. Rustig. Ja. Rustig. Hebben het double, ik zie jouw bankjes. En het waren inderdaad artiesten, dus jullie hebben... Tiedek, je kan een smerrie. Ver zijn. Het was een super spannende, vurige eerste ronde. Maar laten we kijken naar de tussenstand. For show. De tussenstand naar ronde 1 is Kukumpa. Zeg ik het goed? Ja. Zij hebben 2 punten. En Team Sende! Zij hebben de 11. Is een sweep! Gaat voor de eerste ronde. In ieder geval, heren, geen zorgen. We zijn pas net begonnen. Inderdaad. En er zijn nog genoeg punten te pakken. We gaan door naar ronde 2. Zeg minder. In de tweede ronde spelen wij Zeg Minder en gaan we zien hoe goed broederliefde woorden kunnen overbrengen zonder dat ze geluid mogen maken. Ik geef jullie zo meteen een kaartje met een tracknaam erop. Jullie krijgen 30 seconden de tijd om het woord aan je teamgenoot uit te beelden. Hoe jullie dat doen mag je zelf bedenken, zolang je maar geen geluid maakt. Zeg je een woord of geef je met je stem een hint, gaan er als straf 2 punten naar de tegenpartij. Dus wees scherp. Elk goed antwoord is 10 punten waard. Wauw. De eerste 2 ronden spelen we per team. En in de derde ronde spelen de 2 teams tegelijkertijd met hetzelfde woord. Zijn we ready? Ja, zeker. We zijn ready? Ja, man. Oké. Okay. Team Sende, jullie staan voort. Wauw. Zoveel flavor in het. Heerlijk, man. Wow. Dus, jullie mogen beginnen. Heren, zijn jullie klaar? Wie gaat uitbeelden? Ems gaat uitbeelden. Ik sta met uitbeelden. Oké, okay. Ik ga je kaart geven. Kom maar aan deze kant staan. Alsjeblieft. We starten in 3, 2, 1, go. 3 woorden. Oké. Okay. Eerste woord. Zoeken. Lucht. Waar. Eerste woord. Waar. Waar wil. Wat. Wat zoek. 10 seconden nog. Waar zoek, waar ga, hey. Waar ben, en. Waar zit. Ja. Mag ik het nu wel zeggen? De tijd is om. Mag ik hem laten zien? Je mag het zeggen, hardop. Waar is kraan? Maar wat is die? Ja, dat die is wel is, lastig, ja, bro. Ja. Daarom. Jammer. Tactico, hermano, tactico. Maar kom goed. Okay. Don't worry, papi. Is geen stress. Kukumpa. That's my boy. De volgende is voor jullie. Wie gaat uitbeelden? Ik ook. Jer. Oké. Okay. We beginnen in 3, 2, 1, go. Klein jongetje. Makkelijk, ja. Maar je kan. Ja, maar kokoem. Makkelijk. Dit is makkelijk, joh. Hoeveel punten hebben we nu? Hoeveel punten hebben we nu? Hoeveel punten hebben we nu? Wauw! Hou me vast! Hou me vast! Hier gaat het vallen. Kom. Oh. Niks aan haar. Je hoort het, kokoem. Hou de set heel, jongens. Kukumpa hijgt in jullie nek. Hijgen? Hijg? Maar we gaan door naar het volgende woord. Hijgen? Kom er maar bij. Dezelfde? Oké. Oké. Ik ga even... Oké, okay, we beginnen in 3, 2, 1, go. Druif. Eten. 2 woorden. Eet. 20 seconden. Shutdown. 10 seconden. Eet. Ik eet. En ja, de tijd is om. Dragon Roll wasabi. Oh.
Heren, geen stress. We gaan kijken wat de tegenpartij gaat doen. Ze kunnen iets uitlopen als ze hem nu goed hebben. Ga dezelfde uitbeelden. Houden jullie dezelfde tactiek vast? Wat zeg je? Zeg het maar. Pak hem. Je bent een man. Oké. Hier. Alsjeblieft. Ga maar voor mij staan. En jullie gaan beginnen. Oké. Oké. We gaan beginnen in 3, 2, 1, go. X. They don't let me out. X. Ja. Jari. Ja. Slapeloze nachten. Ik zit vast in een kutsysteem. Boys. 5. Is lastig. 4. 3. 2. 1. Jerm. Je was goed. Je was goed. Kemper. Kemper. Wakker in de cel. Ik lig nog. Ik word wakker. Dat was hem. Wauw. Boefie man. Voilà broer. Ik dacht aan die tjongen. Ik doe nog zo van. Maar je houdt me weg. Hij deed wel goed man. Je houdt me weg. Hij doet Malcolm X. Heren, jammer, jullie hebben deze punten niet kunnen pakken. Maar de laatste ronde gaan jullie tegelijkertijd hetzelfde woord proberen te raden. En het team dat het als eerste heeft, pakt de punten. Wie gaat uitbeelden aan jullie kant? Jij kan niet uitbeelden, man. Oké. Okay. Wie gaat uitbeelden aan jullie kant? Ik ga wel. Ja? Oké. Okay. We doen het even anders. Heb je hem? Heb je hem? Tuurlijk. Heren, zijn jullie ready? We gaan starten in 3, 2, 1... Go. Beker, drinken. Batisanka. TV, porno. Praat. Lange Frans. Groot en breed. Wie fuck? Ze zijn met z'n tweeën. Ja. Ox. Bati? Aan de bekkies. Ja. Gato? Kempi. Heaven. Klein en groot. Liefa. Klein en groot. Van het Nederlandse zien. Kulas en blakka. Groot, breed. Liefa. Fox. Groot en breed. Nee, man! Ga door. We laten het nog even. Klein en groot. Klein, groot, ja. Ja. Trantje. Treknaam. Bati. Op scherm. Hij is gecatcht of zo. Sukkel voor de liefde! Ja toch, broer! Ja. Zo, broer! Je moet... Hey. Wij zijn daar! Smerry! Oké, heren, het was een hele spannende, iets wat seksuele ronde. jullie hebben het heel goed gedaan, maar de punten in deze ronde zijn gaan naar Team Sende. The one and only. We zijn op Ruby Candela. Sende. We gaan even, want jullie hebben het allebei hartstikke goed gedaan. Laten we even gaan naar de tussenstand. For show. De tussenstand na ronde 2 is. Kukumpa heeft een aantal punten gescoord. En ze staan niet meer op 2, maar ze hebben nu 12. En Team Sende gaat aan de leiding met 21 punten. Hey. Ik hoor jullie niet meer, man. Houd de set heel. 21-12, een superhete tussenstand. Maar straks wordt het nog heter. Maar nu ga jij even de socials volgen van Red Bull Nederland. En abonneer op het kanaal van Complex NL. Maar dan gaan we nog meer omhoog. En nu, back naar de heat. Ronde 3, de veiling. Oh yeah! In de derde ronde spelen wij de veiling. Ik gooi een thema op binnen de rap scene, dan open ik de veiling en mogen de teams een bod doen op basis van hoeveel correcte antwoorden ze denken te kunnen geven binnen 1 minuut. Het team met het hoogste bod mag gaan spelen en lukt het niet om hun bod waar te maken, gaat de beurt naar de tegenpartij en hebben ze maar 1 goed antwoord nodig om alle punten te stelen. Dus dit is een hete ronde. En het thema is... Rappers uit Rotterdam. Plaatsen zoals Capelle, Schiedam, Hoogvliet worden niet meegerekend. Het is wel echt binnen de ring. Hoeveel rappers uit Rotterdam denken jullie op te kunnen noemen? Overleg met elkaar. Neem even je tijd.
Oké, heren, de veiling is geopend. Wat is het openingsbod? 5. 5? 8. 8? 10. 10. 12. 12. 14. 14. Ik vind 14 wel een mooi getal, maar noem maar 20. What? 20 rappers uit Rotterdam. 21. 21. 22. 22. Shout-out naar Banlieu, 22. Korea. 22, gaan jullie hoger? Ja, 23. 23. Hey, is volgens mij de hoogste tot nu toe, man. 24. 24. Laatste. Oeh, Shaf zegt, hij laat jullie... Ja, toch? Hij is er niet van overtuigd dat jullie 24 rappers kennen uit Rotterdam. Dus we gaan nu merken of het bluffpoker is of niet. Ik schakel mijn joker in Edson, alsjeblieft. Oké, heren. Zijn jullie ready? Jullie mogen tussendoor gewoon kijken hoeveel Edson kaarten jullie gebruiken. Heren, 24 rappers uit Rotterdam. Jullie mogen beginnen in 3, 2, 1, go. Jermella, Ems, Shaf, Winne, Vijs, Uniek, Krimitov, Opium Lotus, Chimoni, Tops, Talentje. Edira. Edira, belangrijk. Ja, ja, ja. We zitten op 12. Eli. Eli Rock. Eli Rock. Heel belangrijk. Sterk Natje. Double N, Edo, Ritz. Excellent. Safirio. Safirio. Menga. Menga. Jessinho. Kevin. Ronnie Flex. Ronnie Flex. Hey. Hef. Die telt niet. Die telt niet. Ga door. Het is... Nee, ga maar door. Jullie krijgen... Jullie hebben nog hoeveel? Nog 15 seconden. Nog 15 seconden. Jessinho. Jessinho. Die is al gezegd. Nee. Jessinho is niet gezegd. Ga door. Jason Futuristic. Angelo King. Yes. 3, 2, 1. Ik weet niet hoeveel ze hebben. Genoeg. Hoeveel hebben ze? Genoeg. 22. Redactie. Jullie hebben er 22, man. Mooi, dat is niet waar, man. 22. Ik heb meegeteld. Ik heb meegeteld. Sterk, hoor. Ik heb meegeteld. Sterk. Ik zeg eerlijk, als die aflevering uitkomt... Ja, toch gaan we het zien ook. Daarom, kunnen wij... Laat dat voor dan. Heren. We kunnen een talentje in het zonnetje zetten. We kunnen ook gaan voor... Ja, man. We kunnen Edson erbij ook halen voor die goede antwoord. Of mag dat niet? Ja. Mag als je wil. Mag als je wil. Kom hier staan. Johnny. Kom hier staan. Johnny, kom hier. We halen hier naartoe. We halen Johnny. Sorry heren, 22 was net niet genoeg. Heren, jullie hebben nog één correct antwoord nodig die blijkbaar uit Edson's mond gaat komen voor 24 punten. Ze hebben ons ook gestoord. Edson. Mag ik even voor de grap drukken? Je hebt één kans, hè? Dus als hij fout is, ben je eruit. Lorenzo Jonatas, oftewel Rotterdams meest beruchte. Hey, Zander, man. Lobby Brada. Ik zie je. Big up, yeah, yeah. De La Sende. Hey, hij is echt vandaar, man. Ik snap het niet. Maar mensen, willen jullie even uitleggen waarom jullie voor RNB hebben gekozen? Alleen de insiders die snappen hem, maar... RNB is in de voorgaande jaren is ook onze manager geweest. Is een legend vanuit Rotterdam, de buurt. Is onze Biggie Brada ook nog steeds. Dus vandaar. RM, we zien je. Ja, man. Kerst op de taart. Ik wil ze 3 puntjes extra geven voor de moeite, man. Want ik zeg je eerlijk, die 2 love. Namen, dat vind ik wel... Love. Hey, hij was voor deze tory, was hij niet mee eens met die Soma Poenas. Troostprijs. Oké, maar heren. Maar geen probleem, ze mogen die. Er kan nog van alles gebeuren. Johnny. Hou je hoofd bij de match. De underdogs, jullie zijn nog niet verslagen. For show. Tussenstand. Na ronde 3. Kukumpa. Zij hebben 15 punten. Maar nog steeds aan de leiding. Team Sende. Met 45. Ik voel me zo Floyd, man. Winning team. Zeg niks. Heren, jullie zijn nog niet verslagen. Hou alle moed
bij elkaar. Want we gaan door naar ronde 4. Linkam. In deze laatste ronde Link Up draait het allemaal om samenwerkingen. Ik noem een artiest en aan hen de taak om die naam op te volgen met de artiest waar hij of zij mee heeft samengewerkt. Bijvoorbeeld Ronnie Flex, Snelle, Suzanne en Freek. Elke artiest die in dit spel opgenoemd wordt is 1 punt waard, maar de punten worden pas uitgekeerd op het moment dat de Link Up stuk loopt. Dus hoe langer de Link Up, hoe meer punten er verdiend kunnen worden en die zijn hard nodig. Nadat ik straks een naam heb genoemd, mag het team dat als eerste op de knop drukt beginnen. Heren, zijn we ready? We zijn ready. Ready. Heren, zijn we ready? Ja, wij zijn ready. Ze zijn ready. Ik zie, maar is de moed er een beetje uit of zijn we nog? Nee, we zijn even aan het bespreken. Mourinho dingen. Die mannen zijn aan, die mannen zijn ready. En de eerste naam is Kraantje Papi. Diggy Dex. Diggy Dex. Is het waar? Hij gaat het opzoeken. Ja, klopt. Ja, het klopt. Diggy Dex. Smerry. Brain Power. Brain Power. Weet ik niet. Even opzoeken. Ik betwijfel het, hoor. Ik kan het niet vinden, man. Nee, Diggy Dex en Brain Power hebben geen track samen. Dus de eerste punten gaan naar Team Cindy. Hoeveel rondes doen we dit? Nog 2 rondes hebben we nu. De volgende naam voor de link-up is Fresco. Winnen. Zie, ook net. Ali B. Yes, sir. Yes, sir. Ben je klaar mee? Ben je klaar mee? Nee. 4. Breeze. Breeze. 2. Shaq. 1. Ja, volgens mij wel. Sterk. Heren. Shaq. Dio. Ja, Shaq en Dio zeker. Ja. Dio. Sef. Sef. Glen Faria. Ja, dat Glen Faria MC Fit. Zelfde. Ja. Typhoon. Typhoon en Glen Faria? Wild gokje? Pittig. Wild gokje. Ik kan niks vinden. Redactie. Moet nog gebeuren. We hebben hem gehoord. hij komt nog uit. Glen Faria en Typhoon hebben helaas geen track samen. Dat betekent dat deze punten gaan naar Koekoem. Heren, we hebben nog maar 1 ronde voor de link op. Jullie weten dat jullie kunnen Edson altijd gebruiken als jullie dat nodig achten. Nee, we hebben hem sowieso niet nodig. En de laatste naam voor de link op. Maak het een lekker lange. Maak het lekker spannend. Ga voor een lange. Ga voor een lange. De eerste naam is Vice. Winnen. Uniek. Uniek. Rotterdamse kant. Broederliefde. Je bent swak. Hé, dat is weer een Suzanne en Freekje, man. Je bent swak. Boys, we maken hem extra lang voor jullie. Wacht, timer met die makkelijke. Nee, wacht, laat. Hij heeft gelijk. Maak hem lekker makkelijk. Ja. We kunnen hem ook breken. Broederliefde. Tracy? Chingmoni. Ja. Oeh. Ja. Je gaat een kant waar je niet moet gaan. Oeh. Want dan geven we. Chingmoni. Makkelijker maken, hij maakt het juist moeilijker. Ja. Opium Lotus. Gaan we hem lang maken? We kunnen kiezen. Maak hem gewoon lang. Laten we hem gewoon lang maken. Frenna, ja toch. Maak hem lang. Ik lood op ook met Ja, tuurlijk. 2013 nog voor je. Wauw. Young Ellie. KM. Priceless. We kunnen hem breken voor jullie. Nee, maar we gaan hem lang. We gaan hem lang. Telt een groepa ook gewoon als... Ja. Weet je, Ronnie Flex. We gaan hem lang maken. We houden hem lang voor jullie. Maeve. Jordan. Momi. Weet je, ga weer lang. Lopez. Nee, we gaan hem lang maken. Cho. Ga hem lang maken, voor. Nee, hij is nu weer. Weet je, lang. Atje. Lang. Atje. Het is een goeie vies, nou. Hef. Crooks. Hef. Crooks. Kizzy. Wie? Killa Kizzy. Konyo, doe je wie? Ja, je moet goed praten. Je weet goed wie. Dan ga ik hem nu voor jullie even, we gaan hem nu spannen, maar Becky. Oh. Becky.
kom nu. Want je wil, zomaar, je wil hem kort maken, ga ik hem nog korter maken. Hoe heet hij ook? Oh mijn god. Vester. Vester. Valtabor. Moeilijk. Moeilijk. Jullie leidt ons af. Moeilijk. Dan leiden we opeens Vester. Af. Vester. Oh, dan leiden we opeens af. Vijf. Wacht, we zetten de Edson-kaart in. De Edson-kaart. Edson, Edson voor Vester. Wow. Hey broer. Match, kom maar. Wow. Oké, okay, heren, jullie hebben nog 5 seconden. Major, major. Ja, weet het. Major. Niet waar. Niet waar. Dat is dat, niet waar. Zoek het op dan. Zoek niet op. Waar. Welke major? Def major of gewoon major? Niet nee, major. Zoek het op. Major heeft één pokoe, hè? Heeft één pokoe, hè? Eén pokoe met hem. Het wordt nu opgezocht. For show. Vester en Major, hebben die een pokoe samen? Die hebben geen track samen of een samenwerking ergens online die ik kan vinden. Dus het is fout. Oké, okay, dus dat is helaas fout en dat betekent dat alle punten gaan naar Koekoem. Maar, dan is de grote vraag nu. Zijn al deze punten genoeg voor een eerste plek? Wie van Broederliefde, welk deel, worden de rapchamps? Dat is de grote vraag. We gaan even voor showbangers voor een spannende eindstand. Oef. Ik zeg je echt eerlijk, het is wel een gekke, gek veel punten gescoord door Koekoempa. Zij staan inmiddels op 46 punten. En de rapchamps van vandaag, Team Sende met 47! Wegwezen, joh. Hoi, 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 Jullie zijn de rapchamps van de week en jullie weten wat dat betekent. Broer, nee man. Heren. Je weet wat dat betekent, je moet de heren promoten. Nee man. Promoot deze camera. Promoot ons. Oké, okay, wat moet er gezegd worden? Wij zijn team... Sender. Nee. Wij zijn team en dan jullie naam? Koekoempa. Oké, okay. Wij zijn team en dan samen Koekoempa. En wij zijn losers. Nee, dit doe ik niet. Dit doe ik niet. Ben ja, gek. In de camera. Je bent gek, man. Hey, Mella, het is eerlijk. Op één jullie punt, hebben verloren. Jullie op hebben verloren. Punt, op één punt. Geef ze die promo. Sportief. Hey, sportief. Wij zijn team Koekoempa. Wij zijn losers. Ja, in die camera heb ik gekeken. Ja. Alle jullie zijn verrot, man. Team Sende. Het was een hele leuke, gigantische chaos, maar we gaan de chaos nu even stoppen. Jullie zijn het winnende team. Ik wil nog even vragen hoe het voelt. Dankjewel. Hey mama, I love you. Hey, Kiki, ik zie je. Sowieso, shout-out naar iedereen die achter ons staat. Team CD, je weet zelf, Edson rechtsback van me. Binnenkort sowieso. De mixtape. Binnenkort de mixtape, check ons sowieso. Sowieso een big shout-out naar Fano, big shout-out naar For Showbangers, Red Bull Champs, Rap Champs 2022. Je ziet het. Wij zijn het. Je ziet het. Zo voelt het. Oekoempoekoeloepetjititoem. Niet! Heren, het was een super spannende, mooie nek-aan-nek wedstrijd. Ik heb super genoten. Dit was Red Bull Rap Champs van deze week. En ook de laatste van dit seizoen. Laat je horen voor de teams. Ja, man. Laat je horen voor Showbangers. Ah, yeah! Mensen, iedereen bedankt. Jullie kijkers thuis ook bedankt voor het supporten, voor de love showings. Volg natuurlijk de socials van Red Bull Nederland en abonneer op het kanaal van Complex NL. En we zien jullie volgens mij, hopelijk, gewoon weer een volgend seizoen. Als je dat wil zien, laat het weten in de reacties. Deel deze, like deze, want deze moet je zien. Deze was Koekoempa, mix met Sende. Ja, yeah. Tot de volgende seizoen, hopelijk. Later, grap. We'll be right back.